Hoi, ik ben Julia en vandaag neem ik jullie mee op safari. We gaan op zoek naar de Big Five. En de Big Five zijn plant, dier, mens, aarde en voeding. Gaan jullie mee? We zijn aangekomen bij de eerste Big Five en dat is dier. En hier gaan we kijken naar botten en schedels. Wat zijn jullie aan het puzzelen? Nou, we zijn de vleugel en de poot aan het puzzelen van de botten van een soort van vogelvlijger. En is dat moeilijk? Ja. Ja, want heel veel kleine botjes, of niet? Ja. Volgens mij zie ik de volgende van onze Big Five en dat is voeding. Daarachter. Waar zijn jullie hier mee bezig? We zijn hier vleesvervangers aan het maken met de kinderen. We hebben iets vegetarisch geproefd. En was het lekker? Ja. Nou, jullie raden het al. We zijn aangekomen bij de planten. Nou, we hebben nog niet alles gedaan, dus we weten nog niet wat het leukste onderdeel is. Alleen daar komen we zo achter. We zijn aangekomen bij het volgende thema en dat is aarde. En voor dit thema gaan we niet kijken naar aarde, maar naar Mars. We gaan namelijk kijken hoe hier planten kunnen groeien. En dat gaan we hierachter doen. We maken eerst gewoon een soort van zand, gewoon een zandmengsel voor het plantje. Daarna doen we de worm in. Zodat het water er goed doorheen kan gaan. Bij welk thema zijn we nu? Mens. De Big Five is verzameld. Wil jij nou meer weten over het onderzoek van de WUR? Kijk op de website.